Ja, windmolens, daar gaan we het nu over hebben. En naast mij staat eigenlijk, ja, hij hoort het niet graag, maar een beetje de Sean Connery van Pelé Maars. Ja, dat zegt men. Alleen de gage, die heb ik niet, hè. Maar voor de rest zit dat helemaal goed. En de rol die je vooral speelt is de rol om de windmolens naar Pelé Maars te krijgen. Er is wel een klacht ingediend bij de Raad van State. Daar komt een uitslag over. Maar u gaat denken dat er geen probleem is en dat ze er gewoon dit jaar komen. Dat is de verwachting, dat wij in ieder geval in de, ja, zeg januari de uitslag krijgen van de Raad van State dat het project doorgang mag vinden. Dus wij kunnen eigenlijk, als wij de januari de uitslag krijgen, dan kunnen we gaan bouwen. Nou, de eerste bouw dat zal pas in augustus zijn, dat we dan de fundering gaan storten. En begin 2021 zullen de molens gebouwd worden. En wat betekent dat dan precies? Dan worden daar straks windmolens gebouwd. Hoeveel procent gaat dit voor energieverzunning voor Pelé Maars zorgen? Nou, bij de eerste meting hebben wij ooit geroepen dat is 75% van Pelé Maars. Inmiddels, de ombrengsten van de turbines, die zijn, want de turbines zijn gekozen inmiddels. En die leveren inmiddels al 100% van. Maar dan gaat het wel om de particuliere woningbouw, niet om de industrie. Dus dan hebben we 100% van de energievoorziening van de bewoners van Pelé Maars die we kunnen leveren. Dus dat is compleet zelfvoorzienend daar? Helemaal zelfvoorzienend. Dus wat dat betreft denk ik dat we een succes hebben met de molens. Nou, ik denk dat ook het succes hebben dat heel veel bewoners van Pelé Maars er zelf van profiteren. Straks gaan we obligaties uitgeven. Dus iedere bewoner die bij wijze van spreken spaart voor zijn pensioen of andere zaken, die kunnen obligaties nemen en die lopen van 10 jaar en je krijgt daar 5% rente op. Dus ook dat is iets wat wij de bewoners van Pelé Maars gunnen door de windmolens. Zit u nou eigenlijk weer een praatje te houden om mensen over te halen om bij Pelé Energie te komen? Nou, heel graag, want we hebben straks voor 100% energie. Dus die moet allemaal klant worden bij Pelé Energie, dan kunnen wij ook allemaal de stroom van de molens naar de bewoners van Pelé Maars. Wat is er dan niet gebeurd als mensen geen klant worden? Waar gaat die stroom dan naartoe? Nou, wij zijn als Pelé Energie wel verbonden aan een coöperatieve koepel, landelijk. En dan zullen andere bewoners van andere dorpen ervan gaan profiteren. Van onze stroom. Dus, u zegt het bijna, van dat mag niet gebeuren. Eigenlijk mag het niet gebeuren. Wij zijn heel veel energie in het stoppen, want wij zijn nu ook bezig met een waterstofprocedé. Dus als je in de praktijk vaak zie je die windmolens stilstaan. En dat willen wij eigenlijk niet binnen Pelé Maars. Als we molens hebben, moet die ook gewoon draaien. Betekent, waarom zet men die molen stil? Dat is omdat het makkelijker een molen stil te zetten is dan een kolencentrale. Dus als men energie over heeft op het net, zet men de molen stil. Nou, dat willen wij niet. Dus we hebben gezegd, als wij dan die molens door laten draaien, we halen die stroom zelf van het net af en maken er waterstof van, kunnen de bewoners van Pelé Maars straks waterstof rijden. Maar is waterstof niet ook een klein beetje een opspraak? Waterstof is eigenlijk de nieuwe batterij van de toekomst. Dus als je het elektrische tijdperk over wil slaan, moet je even wachten op waterstof. We weten al dat in 2015 DAF de ontwikkeling op elektriciteit gestopt heeft en met waterstof is gestart. Dus de nieuwe vrachtwagens zullen straks allemaal op waterstof gaan rijden. En de eerste bewegingen zijn al gemaakt dat je in je woonhuis ook waterstof kunt krijgen. Dus jouw zonnepanelen, die je inmiddels nog steeds niet hebt. Oh, je bedoelt, ja, precies. Ik heb ze wel besteld, maar nog niet doorgezet. Dat is voor de kijkers thuis. Maar daar kun je dan ook je eigen waterstof op produceren. En overdag laad je die op. En s'nachts dan gaan de verlichting en de verwarming op waterstof draaien. Doet Pelé Maars het hartstikke goed op duurzaamheidsgebied of op milieugebied? Nou, er wordt heel veel aan de weg getimmerd qua duurzaamheid. Maar je ziet ook dat de technieken die je neemt hand over hand toe. En wil je dat allemaal bijhouden, dan heb je een behoorlijke werkpakket te gaan. Maar je ziet wel op heel veel plaatsen langzamerhand duurzaamheid stap voor stap toenemen. Dus we zijn nu in het huis van de gemeente. Heeft u genoeg medewerking van het college of van de raad? Ja, we hebben nu eigenlijk een heel leuk project aanstaande. En dan praat ik over het EcoVat. Ooit van gehoord? Nee. Nee. EcoVat moet je voorstellen, dat is een vat van 30 meter doorsnee, 30 meter diep. En we hebben daar eigenlijk bij de provincie een
een luisterend oor gevonden. En inmiddels heeft Pelema's ook gezegd van wij willen graag een ecovat. En dan dat, in een vat van 30 bij 30, daar wordt dan warm water in de zomer opgewarmd. En dan gaan we de binnenstad verwarmen hier van de gemeente Pelema's van Panningen. Ja. Nou, wat leuk dat u zegt binnenstad over Panningen. Ja, op het moment als je in een warmtenet gaat verplaatsen en er moet allemaal leiding in de grond komen, dan heb je echt over een binnenstad. Want dan moeten al die wegen opengemaakt worden om daar leiding in te leggen. Dus dan heb je toch al een stadse gevoel hier in Pannen. 2020 wordt het jaar van het ecovat. We houden het in de gaten. Heel goed. Je gaat nu de leiding nemen bij Omroep PNM. Ja, een hele leuke keus, een nieuwe uitdaging. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik ben gevraagd door de commissie van PNM of ik aan de omroep leiding wilde geven. Nou, ik vond de vraag ontzettend erkentelijk en daar heb ik over nagedacht. En van ja, ik vind het wel heel leuk die nieuwe uitdaging. Ik hou er wel van. Dus het is voor mij helemaal nieuw, absoluut. Ik begin in een fris iets, ik begin met nul. En ja, we bruisen wel van weer ideeën en ik hou van leuke ideeën, vooral gekke ideeën. En ja, ik heb er wel zin in eigenlijk. Je hebt dit jaar, of het afgelopen jaar eigenlijk, aan een gek idee meegenomen, namelijk naar Dancing Pelema's. Ja, niemand kan het vergeten. Iedereen ziet die move van jou. We zullen hem niet nog een keer uitzenden. Ja, dat was hem. Doe hem nog één keer. Nou, en was dat eigenlijk de aanleiding om te zeggen, nou jongens, die omroep PNM die heeft mijn hart gestolen, daar wil ik me best voor inzetten. Ja, maar als ik zie hoeveel vrijwilligers elke keer op de been zijn, die gewoon vooruit pure goodwill en fun en humor onderling. En zo'n project beginnen elke keer, daar heb ik zoveel respect voor. En als ik daar een klein steentje mee mag bijdragen, nou, dat vind ik super leuk. Eigenlijk vind ik echt kei tof. Ik ben super stoer dat die mensen doen en trots dat ik daar mee mag helpen. Ja, en nou is het natuurlijk, het gaat altijd om de prijzen. En dan is het natuurlijk zo dat bij voetbal is dat bijvoorbeeld het landskampioenschap of de beker. Maar de eerste prijs, die heb je al binnen als voorzitter. Ja, hoe kun je als voorzitter nog leuker beginnen? Als je 5 dagen voorzitter bent, een mooie, ja, het is geen prijs, het is een erkenning. Hè? Een pluim. Een pluim die de omroep gekregen heeft. Maar ik moet wel herstellen, die pluim heb ik nog niks aan gedaan. Ik moet mezelf nog bewijzen, die pluim hebben jullie zelf verdiend. Dus heb ik zelf nog niks aan gedaan. Misschien wordt de lat wel wat hoger gelegd nu. Ik ben er wel heel trots op en we leggen de lat zeker ook al. Ja, die gaat omhoog. Ja, absoluut. En binnenkort vindt er een bijeenkomst plaats dat je even kennis maakt met alle vrijwilligers? We hebben 17 januari een informatieavond dat de vrijwilligers kennis kunnen maken met de nieuwe 6 bestuursleden. Dat kunnen we onszelf voorstellen en kijken waar we met de toekomst met de vrijwilligers naartoe willen met de lokale omroep. Lokale omroep doet het fantastisch, maar ik denk dat er ook wel een steentje mee kan. Het is een ambitieuze groep volgens mij, die bestuursleden. Het is een heel leuk bestuur wat we hebben. Ik ben heel blij mee. Heel trots op weer. Ja. Ja, 2020, heren, dat wordt het jaar van het OLS. Ik bedoel, daarom zijn jullie hier een vol ornaat. En er waren toch dames die elke keer die bolletjes schoten. Waar zijn de dames? Ja, de dames hebben andere verplichtingen. Hè. Dat is nu eenmaal zo. Het dagelijks leven is weer begonnen in 2020. En ook voor de dames. Alleen hier is dan nu een andere delegatie. Maar dat maakt niet uit. Maar Mark hebben we bij ons, de achteropschut. Een van de betere achteropschutten tegenwoordig. En wat is een achteropschut? Achteropschut is de laatste persoon die de 18, van de 18 bolletjes de laatste 3 eraf schiet. Mark was de laatste die de afschoot en Toon, onze buksmeester, die hebben we ook meegenomen. En Jan heeft mee de kogels gemaakt. En ik heb eigenlijk niet veel gedaan, als ik sta nu hier voor jou. Ja, ja. Maar dat wordt natuurlijk een bijzonder jaar, jongens. Ja, het is echt niet te geloven. Wordt dan uw keihard getraind al? Getraind niet, maar wij zijn een volle organisatie bezig met een heleboel mensen inmiddels al om de organisatie van het OLS 2020 echt op een geweldig niveau te brengen. Hoeveel mensen praten we dan? Er zitten nu al, ik hoorde net iets van 160 mensen in alle werkgroepen van mij al. Of ja, we hebben 12 werkgroepen en er zitten inmiddels al 160 mensen bij betrokken. Dus het wordt echt iets van de gemeente Meijel? Ja, het wordt echt van de gemeenschap Pelema's sowieso. Ja, de gemeente. Ja, uiteraard, maar De gemeenschap Meijel is echt zeer nauw betrokken nu al bij het OLS organiseren. En het leeft echt in het dorp. Je hoort het, kom je bij de Jumbo, bij de Koop, maakt niet uit, ik mag geen reclame noemen, sorry. Maar je komt overal alleen maar OLS, OLS, OLS. Het is echt geweldig. Hadden jullie dan verwacht dat het deze uitwerking zou hebben als je het OLS zou winnen? Ik zelf niet. Mark zegt altijd van wel, maar ik zelf niet, echt niet. Nee, het is een prachtige
prachtige ervaring natuurlijk. We zijn er allemaal al heel lang bij de schutterij betrokken. En als je dan zoiets mee mag maken en het leeft zo in het dorp, het is echt geweldig. Unicum. Het gaat eigenlijk nooit meer gebeuren, denk ik. Ik ben... Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit, maar je weet het niet. Je weet het niet, hè. Maar ik denk dat we over 6 jaar weer het OLS organiseren met zo'n top jonge schutters. Als je nou weer wint, moet je het dan weer organiseren? De eerste 5 jaar niet. Moeten we met, doen we mee met de geldprijzen? Ja, aankomend jaar natuurlijk niet. En dan 4 of 5 jaar niet. Dat moet ik even, weet ik niet precies. Het gaat om de geldprijzen. En daarna zijn we weer in de race voor de UM. Zo is het. Ja. Voor de UM. Kom er even iets dichterbij, want jij gaat meeschieten? Ik schiet niet mee. Nee, nee. Jij gaat meeschieten? Ja. Je was er ook bij toen het gebeurde? Ja. De laatste schot, hè? Hoe zeggen ze dan tegen mij? Jij hebt het laatste schot? Ja. Dan kan je toch niet meer slapen vanaf dat moment? Nou... Over 100 jaar staat er een standbeeld voor jou in mij al. Nee. Ik ben maar niet bang. Nee, zeker niet. Maar het is wel een leuk moment, zeg maar, dat je het laatste schot mag doen. Dat zeker, maar het is gewoon geweldig. Gewoon geweldig om mee te maken. Maar jullie verheugen hier erop? Ja, zeker. Alles aan doen. Hoe het nou erin staan, zeg maar, qua organisatie, dat is gewoon helemaal super. Vol enthousiasme, helemaal positiviteit. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, het wordt heel spannend. Schiet u ook mee? Nee, schiet niet mee. U schiet mee? Ik ben de buksmeester. De buksmeester? Wat doet een buksmeester? Ik heb de dagen op het OLS en met uitkavelen. Verzorg ik de rust in de zestal en ik doe de buks laaien. Kogels laaien. Continu. Eigenlijk is dat het belangrijkste. Dat is een mooie, belangrijke taak, ja. Had u zijn buks een beetje verkeerd geladen, ging het mis? Dan kan het misgaan. Maar ik ken hem al. Wie Van Rij miste, wist ik nou voor 99,9% dat hem naar mij ging. Dat is een vaste schutter, echt vast. Hij schiet al misschien 30 jaar onderhand in het eerste zestal. Dus. En dat is ongelooflijk op dat moment dan gaan schieten. Meteen ook geschiedenis kunnen schrijven. Het OLS naar Meijl. Ik wens jullie ontzettend veel succes dit jaar. Heel veel genieten wordt het waarschijnlijk. En om die nummer nog een keer te winnen. Ja, wie weet. Misschien over 65 jaar dan. Nee, dankjewel.